In Heusden doen we onze uiterste best om de overlast van de eikenprocessierups zoveel als mogelijk te beheersen. Wist je dat er ongeveer 7500 eikenbomen in de openbare ruimte staan? Daarom zijn er ook veel meldingen van de eikenprocessierups. Maak je een melding van een nest van eikenprocessierupsen, dan is het handig om zo specifiek mogelijk te zijn. De bestrijder weet dan waar de nesten precies zitten en hoeft niet te zoeken. Dit scheelt weer tijd. We verwijderen alleen nesten van eikenprocessierupsen in de openbare ruimte en bij bomen die in eigendom van de gemeente Heusden zijn. We doen dit niet bij particulieren of gebieden van het waterschap of natuurmonumenten. Alle meldingen delen we in op prioriteit. De gemeente kiest ervoor om op plaatsen waar veel mensen samenkomen als eerste de nesten te verwijderen, mits de aannemer het nest kan bereiken met een hoogwerker. Denk hierbij aan schoolpleinen en speelplekken, sportparken en begraafplaatsen. Het wegzuigen van nesten is een specialistische en tijdrovende handeling. Een aannemer kan soms maar 10 tot 50 bomen per dag leegzuigen en soms halen ze wel 10 tot 20 nesten uit een boom. Dat betekent dat we dus niet meteen bij jou in de buurt een nest kunnen weghalen. Wist je dat we op doorgaande wegen en fietspaden waarschuwingsborden en linten plaatsen? Zo kun je zien of er eikenprocessierupsen in het gebied zitten. Voorkom klachten en laat de rupsen met rust en blijf af van nesten. Ik sta hier nu in de regen, maar ga je deze zomer lekker wandelen of fietsen met het prachtige weer? Voorkom dan klachten en bedek je armen, hals en benen. En ga je lunchen? Ga dan niet onder eikenbomen zitten. Daarnaast hebben we bij zwemwater borden geplaatst. Zo kun je zien of er eikenprocessierupsen zitten. En let op met zwemmen, want het kan zijn dat de brandharen van de eikenprocessierups op het water drijven en dat je ze kan inslikken of in je ogen kan krijgen. Desondanks wens ik je toch een fijne zomer.